40 jaar reeds worstelen we met deze grote aanslag op het karakter van ons geliefd Suriname. Die aanslag en zoveel andere mensenrechten schendingen hebben ons diep geraakt. Heeft Suriname beroerd in het diepst van haar ziel. 40 jaar hebben we geworsteld met leugen, misleiding en met waarheid. Het was een lange weg, een zeer moeizame weg. Maar vandaag danken wij u, Heer, dat wij in Suriname moedige rechters hebben. Wij danken u voor het eerste vonnis in het 8 december proces. Vol vertrouwen zien wij uit naar het vonnis in hoger beroep. Daarom, Heer onze God, mogen wij geloven dat met uw inspiratie, kracht en bemoediging de waarheid en het recht zullen zegevieren. Zo bidden wij tot u in naam van de slachtoffers van 8 december, de vermoorde mensen van alle mensenrechten schendingen en in naam van het hele Surinaamse volk. 3 jaar geleden sprak ik op deze plaats de volgende woorden. Na zoveel jaren uitgekeken te hebben naar een oordeel door de rechters in het 8 december strafproces, mogen we elkaar vandaag feliciteren met de uitspraak door deze rechters. Er is recht gesproken. Het vonnis en de uitvoerige argumentatie om tot dat vonnis te komen staan als een monument in onze rechtspraak. Dat geeft vrede tot een stuk voldoening. Belangrijk is ook dat helder is vastgesteld dat de 15 helden gezuiverd zijn van alle verdachtmakingen die tegen hen waren ingebracht. U en ik, we waren daarvan reeds lang overtuigd. Nu is het ook officieel vastgesteld. Eerst waren ze nog verdachten, daarna slachtoffers, maar nu wordt de weg vrijgemaakt naar hun echte status als helden die zich hebben ingezet voor het herstel van de democratie in Suriname. Een felicitatie ook aan u en nabestaanden, dat u bent blijven geloven in onze rechtsstaat en in het bijzonder in onze rechterlijke macht. Dat was niet altijd even gemakkelijk, maar u hebt het op waardige wijze dit geduld betracht. Een felicitatie ook aan onze rechters. In deze omstreden zaak heeft u gedurfd om toch een oordeel uit te spreken. U hebt moed getoond. We zijn nu 3 jaar verder na het eerste vonnis door de rechters. En we wachten nog steeds op gerechtigheid en bestraffing. Nu op een uitspraak in hoger beroep. 1 ding mogen we de veroordeelde verdachte Boutersen nageven. Hij heeft zich een kampioen getoond in vertragingstactiek en sabotage van het rechtsproces. 40 jaar na de 8 december moorden heeft hij het klaargespeeld om nog steeds vrij rond te mogen lopen. Een tragedie die hem zelf en Suriname al 40 jaar in zijn greep houdt. Bidden we God dat we als land en als volk heel spoedig vrij mogen worden van die donkere wolk die sinds de 8 december moorden boven Suriname hangt. En dat gerechtigheid op korte termijn mag zegevieren. Bestraffing is het logische gevolg van veroordeling. Mogen het zo geschieden.